Obama leest NAVO de les over Oekraïne. We hebben gezien dat agressie en nationaal sentiment gevaarlijk zijn voor Europa, zegt Obama. Zou je even vergeten zijn dat die Amerikanen zelf Afghanistan zijn binnengevallen, Irak zijn binnengevallen. En wat doen ze tegen de IS? Wanneer is dat donder, gedonder? Wanneer is dat gedonder nou eens klaar, jongens? Och, corruptie, oorlog, geweld, IS, moeten we nou wel losgeld of geen losgeld betalen voor ontvoerden en gegijzelden? Studentjes die verkooppraatjes houden van deur tot deur, aardbevingen in Groningen, groeiende kloof tussen rijkdom en armoede. Epidemie, een ebola-epidemie, breidt zich snel uit. Corruptie. Kunnen we daar nou iets aan doen? Kunnen we daar nou zelf iets aan doen? Iets persoonlijks? Ja, ik denk het wel. Er is één ding wat we altijd kunnen doen. Altijd. Onafhankelijk van wat of wie dan ook. Sterker nog, ik denk dat dat zelfs het enige is wat we kunnen doen. Namelijk ons ontwikkelen tot een vrije geest. Tot een onafhankelijke denker en doener. Iemand die denkt en handelt. Onafhankelijk van de markt, van de vrije markt, van de communistische markt, een centraal geleide markt. En onafhankelijk van de staat. Iemand die zich dus uit zijn egoïsme weet te werken. Iemand die ook niet hoeft te handelen vanuit autoriteit, maar die gewoon handelt vanuit inzicht. Vanuit inzicht in wie hij is, wat een mens is, wat hij wil. Als iedereen dat nou zou doen, als iedereen zich nou tot een vrije geest zou ontwikkelen, dan zou dat gedonder, oorlog en geweld en die groeiende kloof tussen rijkdom en armoede, die vernietiging van die aarde, die zou dan eindelijk ophouden. Dus daarom heb ik besloten om mezelf te ontwikkelen tot een vrije geest. En als ik een paar stapjes heb gezet, zou ik ook andere mensen de gelegenheid willen geven om zichzelf te ontwikkelen tot een vrije geest. Want jezelf, of ik bedoel, je ontwikkelen tot een vrije geest, dat kan je alleen maar zelf doen. Zodra iemand anders je ontwikkelt tot de vrije geest, ja, dat kan niet. Het is een contradictio in terminis. Een manier om je te ontwikkelen tot de vrije geest, dat is door je te verdiepen in de filosofie van de vrijheid. De filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner. Ik heb besloten om het te ontwikkelen tot de vrije geest door middel van de filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner. En nadat ik 25 jaar met dit boek bezig ben, nu ik 25 jaar met dit boek bezig ben, denk ik de middelen in handen hebben, te hebben, de ervaring te hebben op grond waarvan ik andere mensen kan helpen ook zichzelf te ontwikkelen tot de vrije geest. Door middel van de filosofie van de vrijheid. Dat doe ik in cursussen, voordrachten. Ik noem het scholing. Scholingscursus, de filosofie van de vrijheid. Meer informatie zie je daarover op mijn website. Maar op deze filmpjes, de komende filmpjes, ik probeer er eentje per maand zeker te maken, maar misschien maak ik er wel 2 of 3 per maand, ga ik eigenlijk een klein mini-filosofie van de vrijheidje behandelen. Om te laten zien hoe je door middel van de filosofie van de vrijheid jezelf kunt ontwikkelen tot een vrije geest. En dat doe ik aan de hand van een opstel dat Steiner ooit eens heeft geschreven, een essay. En dat essay dat heet Filosofie und Anthroposophie, dus filosofie en antroposofie. Je kunt het gewoon van internet downloaden. Ik zal je de linkjes op mijn website neerzetten. Ik heb geen Nederlandse vertaling gezien. Ik zou het wel willen vertalen hoor. Daar ben ik denk ik ongeveer een maandje mee bezig. Als iemand mij 1200 euro geeft, dan wil ik het voor jullie vertalen.
Maar in de komende filmpjes, ik weet niet hoe lang ik daarvoor nodig heb, ga ik jullie laten zien hoe je door middel van filosofie van de vrijheid jezelf kunt ontwikkelen tot een vrije geest. Ik doe dus aan de hand van deze tekst, wat eigenlijk een mini-filosofie van de vrijheidje is. Het is nog behoorlijk dik hoor, het is uiteindelijk 37 pagina's, iets meer dan 50 alinea's. Ik heb ze dus ook allemaal genummerd zo. En ja, die tekst. Eerst nog eventjes terug op filosofie van de vrijheid. Op het eerste gezicht is het een filosofieboek. Het heet ook De Filosofie van de Vrijheid. En als je begint te lezen, dan denk je, hé, ik lees een filosofieboek. Tegelijkertijd is er iets wonderlijks met het boek. Je begrijpt het namelijk niet. Het komt op de een of andere manier wel binnen. Zin voor zin komt binnen en je denkt te begrijpen wat er staat. Maar als je dan een hoofdstukje uit hebt en je hebt weer eens een nachtje geslapen, dan denk je van, ja, wat heb ik nou eigenlijk gelezen? En waar gaat het nou eigenlijk over? Het wonderlijke van dit boek is dat je het dus eigenlijk niet kunt lezen als een filosofieboek. Of nog anders gezegd, je kunt het niet lezen op de manier waarop je gewend bent boeken, filosofieboeken, non-fictieboeken, intellectuele boeken te lezen. En waarom is dat? Heel kort door de bocht gezegd, je begrijpt dit boek pas als je jezelf hebt ontwikkeld tot de vrije geest. En aangezien wij geen van allen al totaal vrije geesten zijn, begrijpen we dit boek nog niet. Door dit boek te doen, door te leven, door het je eigen te maken, door het je innerlijk, door het innerlijk op te bouwen, de gedachtegang die in dit boek wordt beschreven, door het tot leven te wekken in je, op die manier vorm je jezelf om tot een onafhankelijke denker en doener. Rudolf Steiner is dus ook geen autoriteit. Op het moment dat je zegt, je leest iets en je zegt van, oh, dat zal wel waar zijn omdat Rudolf Steiner het gezegd heeft, dan kom je er dus niet uit. Dan ben je eigenlijk alweer gevangen, want dan handel je, dan denk je niet vrij, dan denk je niet onafhankelijk, nee. Dan denk je op basis van een autoriteit, je neemt iets aan van een autoriteit. Het heeft ook geen zin om kritisch te zijn naar Rudolf Steiner. Op het moment dat je kritisch bent naar iemand, wie dan ook, op het moment dat je kritisch bent naar Dick Swaap, op het moment dat je kritisch bent naar Victor Lamme, op zulke momenten lees je niks. Leer je niks, ontwikkel je je niet. Kritisch zijn aan de ene kant, iemand op een voetstuk plaatsen, iemand op basis van zijn autoriteit geloven aan de andere kant. Daaraan ontwikkel je je niet. Je moet dus een midden zien te vinden. Steiner beschrijft in dit boek, om te beginnen in de eerste 7 hoofdstukken, of eigenlijk in hoofdstuk 2 tot en met 6, het menselijk kenproces. En hij beschrijft niet zomaar een kenproces, hij beschrijft eigenlijk zijn eigen kenproces, zoals hij dat bij zichzelf heeft leren kennen. En hij nodigt je uit om op die manier ook je eigen kenproces te leren kennen. Want voordat je überhaupt iets kunt begrijpen in de wereld, moet je natuurlijk het begrijpen zelf leren begrijpen. En dat is wat het eerste deel van de filosofie van de vrijheid doet met je. Hoe kun je nou het eigen kenproces, het eigen denken, kun je ook zeggen, hoe kun je dat nou leren kennen? Dat kun je leren kennen door het te leren waarnemen, het waar te leren nemen. Voorbeeldje.
Op het moment dat ik me bewust word van mezelf. Op het moment dat ik me voorneem, ik wil iets leren kennen. Wat gebeurt er dan? Dan vindt er een soort scheiding plaats. Enerzijds neem ik dan hier waar mezelf als het kennende subject. Anderzijds neem ik daar waar het te kennen object. Als kennend subject neem ik waar iets wat gegeven is, namelijk datgene wat ik wil leren kennen. Nu wil ik dus één ding in het bijzonder als allereerste kennen, namelijk dat is het kennen zelf. Het kennen wat eigenlijk berust op twee pijlers, enerzijds het waarnemen en het denken. Om iets te leren kennen moet je het eerst leren waarnemen. Dus als we het kenproces willen leren kennen, moeten we het kenproces op de een of andere manier ons denken over de wereld, over datgene wat we willen leren kennen, moeten we gaan leren waarnemen. Nou, hoe kun je nou je eigen gedachten tot object maken van het kennen? Simpelweg door het tegenover je te stellen. Voorbeeldje. Ik produceer nu eventjes een gedachtetje. Een gedachte. Oep, kom, hier blijven. Ja. Dit is een rakkertje hoor, dit. Dit is dus een gedachtetje van mij. Zien jullie het? Hij is een beetje schichtig. Hij schaamt zich. Hij wil eigenlijk niet gezien worden. Hij probeert iedere keer weg te komen. Ik heb het geproduceerd door middel van het denken. En ik kijk nu naar deze gedachte. Ik kan ook vragen stellen aan deze gedachte. Gedachte. Wie ben jij? Het mooie van gedachten is dat als je naar ze kijkt, spreken ze altijd de waarheid. Gedachten kunnen niet liegen als je ze naar ze leert kijken. Als je niet naar je gedachten kijkt, dan kunnen ze gaan spoken. Maar dit gedachtetje, dat is een leugentje. Daarom is die ook zo. Bewegelijk, angstig. Het schaamt zich. Het wil niet gezien worden. Het wil niet doorzien worden. Maar het kan niet liegen. Het is dus een gedachtetje. Die zegt dat hij een leugentje is. Maar hij spreekt de waarheid. Namelijk dat hij een leugentje is. Juist deze tegenstelling, deze innerlijke tegenstelling. Leugentjes kunnen dus niet vanuit zichzelf bestaan. Ze zijn onrustig, ze willen wegglibberen. Ze zijn onzeker, ze haten. Dus als je je onrustig voelt, een beetje bozig soms, angstig. Misschien leeft er dan een leugentje ergens in je hart. Maar leugentjes willen doorzien worden. Als je een leugentje doorziet, dan lost hij op. Dan wordt hij bevrijd. Dat is een voorbeeld van een leugentje. Ander gedachtetje. Kijk. Deze. Zien jullie hem? Jullie kunnen wel raden wat daar nu staat. Hè? Oh, wacht, hij gaat zitten. Ja, hij gaat rustig zitten. Het kijkt in de camera. Het glimlacht. Het straalt. Het leeft. Als je naar kijkt, dan voel je je gelukkig worden. Je voelt de rust over je heen komen. Je voelt er levenskracht vanuit gaan. Je voelt liefde. Wat zit hier op mijn hand? Welk ideetje? Het is een waarheidje. Een waarheidje. Waar wil je leven? Het wil in mijn hart leven. Kom maar. Meer waarheidjes, met hoe meer waarheidjes je in je hart leeft, hoe rustiger, hoe zekerder, hoe zelfbewuster je wordt. Het op die manier naar je eigen gedachten gaan kijken, het op die manier gedachtes levendig maken, het op die manier met gedachtes gaan omgaan,
Dat is wat we de komende tijd gaan doen. Mijn naam is Jacques Hielema. En ik wens jullie veel, vele mooie, waarde en goede gedachten.